De eerste baby van 2017 heet Romaise Aalberg. Zij is in het Slans Hospitaal geboren. Ze werd op nieuwjaarsochtend omstreeks 1 minuut over 12 geboren. De moeder Conchita Aalberg is zeer verrast dat haar dochtertje het eerste nieuwjaarsbaby is geworden. Ik had het niet verwacht, want de dochter had me uitgerekend voor 10 januari. Maar op 31 kreeg ik al dan pijnen. Dus dan ben ik naar het ziekenhuis geweest. De broeder heeft me dan getoucheerd en ik was 4 centimeter. Dus dan zei hij me dan van, hij gaat een infuus voor me aanleggen, zodat ik die weeën meer kon krijgen om te bevallen. Dus precies 12 uur werden die weeën echt sterker. Dus dan moest ik gaan drukken. En precies 1 over 12 kwam de baby eruit. Tot gisteren was ze goed, maar in de middaguren, want ze hadden dan er geprikt. En in de middaguren hebben ze naar de koef gebracht dat de bloedsuiker laag is. Het Slans Hospitaal is super trots dat zij wederom als oudste ziekenhuis de eerste baby mocht verwelkomen. Verloskundige Hiljante Benanon geeft aan wat het verloskundig team de avond van oud opnieuw heeft ervaren. Het was voor hun heel spannend, omdat die team die in de nachtdienst was, nu eigenlijk vrij is. En sedert in de middaguren hebben 2 vrouwen zich aangekondigd. En ze hadden dan gehoopt dat die 2 vrouwen zouden bevallen. En omstreeks 22:50 kwam er eentje persend binnen. En natuurlijk zat een ieder te popelen van, hey, gaan wij de eerste bevalling hebben van het jaar? En het is heel aardig gelukt dat ze toch de eerste baby hebben kunnen verwelkomen in het jaar 2017. Het is voor ons een hele grote eer, omdat wij in principe de oudste ziekenhuis zijn. En met de meeste bevallingen natuurlijk. Want het afgelopen jaar 2016, hebben wij toch de meeste bevallingen geleid. Met een up and downs. En we vinden het een heel grote eer dat we weer de eerste baby hebben kunnen verwelkomen. Verloskundige Benanon is trots op haar beroep en het ziekenhuis waar zij werkzaam is. Op nieuwjaarsdag zijn in het Slans Hospitaal totaal 5 baby's geboren. 3 jongens en 2 meisjes. Het diaconessenhuis heeft 9 baby's mogen verwelkomen, onder wie 7 jongens en 2 meisjes. In het Sint Vincentius ziekenhuis zijn 3 baby's geboren. 2 jongens en 1 meisje. Terwijl het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ook 5 nieuwe burgers heeft genoteerd. Namelijk 3 meisjes en 2 jongens. In het Dr. Mungra Streekziekenhuis Nikeri is er 1 jongetje geboren. Landelijk zijn er in 2016 totaal 9.296 kindjes geboren.